Je wordt gechanteerd door je dochter. Wat? Alexander? Ja. Ach, hoe kom je daar nou bij? Ze heeft een aantal dingen gezegd die daarop wijzen. Volgens mij weet ze alles. Alles? Wat bedoel je met alles? Alles van ons, alles van vroeger. Ze had het over overspel. Onze afpersen zit pal onder je neus. Het is je eigen dochter, Alexandra. Ach, nee, dat kan niet. Zoiets doet ze helemaal niet. Maar wie kan het anders zijn? Hè? En waarom zou ze haar stem niet kunnen veranderen? En waar is ze nu? Dat weet ik niet. Ze is net weggegaan. Nou, als zij het is, dan komen we er snel achter, want ik heb een telefoontje gekregen. En vanavond om 9:00 is een ontmoeting. Kijk eens wie we daar hebben. Ik ben een geluksvogel. Geen twijfel mogelijk. De mooiste dames ploffen neer op mijn bank. Ik ben ontslagen. Wat? Moet je je zaklantaarn inleveren? De bezoeker heeft over me geklaagd. Zei dat ik er had uitgescholden. Toen moest ik op het matje komen bij de baas. Hij wilde niet geloven dat ik zoiets nooit zou doen. Hij wilde het niet geloven. En toen kon ik me niet meer inhouden. En toen heeft hij me gewoon ontslagen. Zomaar. Oh, sorry, Emiel. Hé. Jij hier? Hé, Helje? Wat is er aan de hand? Mirjam is ontslagen daarnet. Ah, nee toch, hè? Als het niet waar is, schat. We moeten weg naar huis. Hé, hey, Mirjam, doe een beetje voorzichtig aan, hè? Ja. Ach, god. Wat een pech zeg, hè? Wat zielig voor haar. Ja, maar binnenkort komt er aan alle pech een einde. Als die hit van Annette een beetje doorbreekt, dan zal ik ervoor zorgen dat Mirjam een nieuwe baan krijgt. Rien Hogedoren. Rien, hey, met mij. Ik heb naar die cassette geluisterd, die is dus te gek. Hè? Ja, ik heb hem net aan mijn producer laten horen, die vindt hem ook waanzinnig. Volgens ons zitten er zeker mogelijkheden in. Oké, okay, ga zo door. Zet morgen je radio maar aan. We gaan hem een paar keer draaien. Hé, hey, ik moet vandoor, maar we spreken elkaar binnenkort. En zorg ervoor dat je een platenmaatschappij vindt. Want we willen je helpen, maar ja, wel tegen een zekere vergoeding. Maar daar spreken we nog over. Oké, okay. Dan spreek ik je. Ik wil even met jou praten. Oh ja? Ja. En wel nu, als het je uitkomt hoor. Natuurlijk. Ik heb voor jou alle tijd. Maar eerst luister je even naar mij. Wat doet Robert Alberts hier? Heb jij hem uitgenodigd? Is het soms weer een of ander plannetje van je om mijn positie te ondermijnen? Is dit alles, Rien? Jeanette, geef antwoord. Ik hoef jou helemaal nergens antwoord op te geven. Jij en Robert zijn iets van plan. Ben jij soms bang voor ons? Voel je je misschien ergens schuldig over? Waarom zou ik me schuldig voelen? Ik vind het alleen nogal vervelend om niet bij beslissingen van de bedrijfstop te worden betrokken. Binnenkort zit jij er tot over je oren in, Rien. Maak je maar geen zorgen. Begrijp niet dat jij er zo kalm onder blijft. Ik bedoel, ja, iemand die zijn baan kwijtraakt, dat is toch niet niks. Moet dat meisje een vreselijke... Je bent wel van gedachten veranderd, hè? Vanochtend had je nog geen goed woord over voor Mirjam. Ah, ik heb nog wel een beetje gevoel in mijn lijf. Wat denk jij van nou, niet? Dat valt me wel op, ja. Wat moet ik anders zeggen? Dat het terecht is dat ze is ontslagen? Nou, trouwens, misschien hebben ze ook wel gelijk, hoor. Want ja, een bedrijf wat te horen krijgt dat personeel de klanten uitscheldt, ja, dat kan natuurlijk niet. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Wat voor elkaar gekregen? Hoe weet jij waarom Mirjam ontslagen is? Niemand heeft jou wat verteld over haar ontslag. Hè? Huh? Oh, nou, ik ken de manager toevallig. Hij vertelde het me vanochtend. Jij hebt ervoor gezorgd, hè? Ik weet het zeker. Jij hebt die klacht ingediend, hè? Nou, doe nou, Emiel. Ik ken die manager. Hij vertelde het me vanochtend. Wat heeft zij jou misdaan? Hoe kon je ooit zoiets doen? Waarom? Ze probeert je in te palmen, Emiel, en dat vind ik vervelend. Zal ik jou eens wat vertellen, hè? Weet je wat jij bent? Jij bent stinkend en stinkend jaloers. Dat ben jij. Waarom zet je geen tralies voor de ramen? Waarom spijker je die deur niet dicht en smijt je de sleutel naar buiten? Nou, ik wil hier nooit meer zijn. Doe nou, Emiel, doe nou. Niet doen, hè? Je laat me toch geen enkele andere keus, snap je dat dan niet? Oh, Emiel, doe nou. Ik ben... Oh, Emiel. Oh, god. Oh, jezus. Mam. Wat is er? Ik weet het niet. Mijn hart of zo. Ik weet het rustig, niet. Blijf zitten. Blijf zitten. Oh. Ik bel de dokter. Oh.
Goedenavond, Alex. Ik dacht, ik kom even langs om uit te leggen om wat ik vanmiddag tegen u zei. Je hoeft niks meer uit te leggen. Jawel. Ja, u bent ook niet gek. Wat dat betreft heeft mijn vader altijd een hele goede smaak gehad. Maar uit ons gesprek van vanmiddag moet u toch afgeleid hebben dat... Ik wist dat u en mijn vader vroeger een relatie hebben gehad. Dat is jaren geleden. Ja, maar ik heb u sinds die tijd gehaat. Dat heb ik begrepen, ja. En je moet me wel heel erg haten om zo wreed te zijn, hè? Wreed? Ik? Sarcastisch misschien, maar wreed? Nee. Ach, kom nou. Ga nou niet de grote onschuld uithangen. Je hebt het heel slim gespeeld, hè? Je vader gechanteerd en mij bijna gek gemaakt. Sorry hoor, maar ik weet niet waar u het over heeft. Oh nee, dat zal wel niet, hè? Daar weet jij ook zeker niks van, hè? En jij weet zeker ook niks van al die rare telefoontjes, hè? Nou, volgens mij ben jij heel ziek. Ik weet niets van die pop en ik weet ook niks van rare telefoontjes. Waar heeft u het over? En jij weet ook niet dat je vanavond een afspraak hebt met je vader om 9:00. Nou, waarschijnlijk staat hij al op je te wachten. Ik heb helemaal geen afspraak met mijn vader. Waar heeft u het over? Ik weet echt niet waar u het over heeft. Echt niet. Fijn dat u er bent.